Kees en Fiede komen logeren. Mijn familie. En Poefie. En Francis komt ook nog allemaal in mijn 2x2 hok. Mama komt voor het eerst kijken bij de training. En ik heb nog echt even koffie nodig. Dus dat gaan we doen. Kijk nou, ik heb gewoon mijn eigen persoonlijke chef-kok. At your service. In mijn keuken staan. Die gewoon dit soort heerlijke dingetjes voor me aan het maken is. Zodat ik helemaal ready ben voor de wedstrijd. Want het duurt nog 6 dagen. Ja, dus je hebt er een beetje een gek huidje. Het is zo rood. Ja, ik heb een peeling gehad. De kleur is een beetje uitgebroken op mijn gezicht. Maar dit blijkt te helpen. Maar ik ben niet echt extra kreeft. Hé, Wally? Prima, schat. Toch altijd fijn om te horen. Ik word gewoon goed verzorgd. Wat heerlijk. Door. The time has finally arrived. Ik moet nog 2 nachtjes slapen. En dan is het zover. En dan is het de bedoeling dat ik Lara Pontecorvo helemaal gort ga slaan. No offense, Laura, ik vind je oprecht echt een leuke chick. Maar ik moet dit winnen. Hey, mam. I see you in the background. Hi there. Hi there. Ik zie eruit. Oh, wat erg. Ik heb er gewoon zin in. En ik ben super blij dat ik me zo voel. Want ik was eigenlijk het meest bang dat ik echt freaking out zou zijn. Dat ik echt zou denken, oh my god, het is zo dichtbij. En ga ik het allemaal doen? En ik vind het doodeng. En wat als Laura veel beter is? En wat als ik nog oud geslagen word? En wat als ik mijn neus breek en ik nooit meer kan werken? Maar ik ben er echt zo niet mee bezig. Ik heb er gewoon echt super veel zin in. En ik heb mega fucking hard getraind om hier te komen. En ja, ik heb er gewoon zin in. Ja, dus morgen ga ik chillen. Ik moet nu nog even mijn boekhouding doen. En dan ga ik allemaal boxfilms kijken. En heel veel eten. Heel veel liggen. En dan ga ik morgen nog even kijken of ik wellicht even een kleine training ga pakken voordat het die day is. Maar dat zullen we nog even zien. Dus ja, that's about it. Bertje loopt met me mee naar de ring toe. Met allemaal sterke mannen. Yes. En Jessico, Jessico. Echt mega zin in. Dus ik ben nu, ik moest even wat ophalen. En gaan we het gewoon doen. Jongens, ik ben zo excited. Ik ben zo excited. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik met mezelf aan moet. Ik ben aan de ene kant heel blij. En dan heb ik ineens zo'n gevoel van, oh my god, ik ga het zo morgen. Maar ja, ik ga nu snel eten en ik ga meeten met Chrisanne, mijn sparringsbuddy en vriendin. Even voor mental support. Dus heel veel zin in. Goedemorgen! Sorry, Frans. Aisha, kan jij eventjes een klein emoticonnetje op Frans' stringetje plakken? Nou, we hebben er zin in. Kijk, dit is toch niet normaal. Kijk nou wat voor een champion ontbijtje dit is. Als ik nu niet win, weet ik het ook niet meer hoor. Eigenlijk voelen we ons heel relaxed, hè. We zitten gewoon hier even in onze bubbeltje. In zijn bubbel. Lekker te chillen, lekker te eten, lekker een beetje mee te zingen met de muziek. Ik denk niet echt dat ik me hier later op de koor van mee ga slaan, maar I wanna lay like this forever. Ja, we gaan straks wel Survivor luisteren of zo. Deze schaartje leuk. Staat goed hoor, schat. Zo, en dan met dat zwarte ding. Daar heb ik aan. Een schone sok. Ik moet nog even een schone onderbroek pakken. Make-up. Een boxhandschoen of niet mee. Bitje. Heel belangrijk. Ik heb er zin in. Oké, schoentjes. Laatste loodjes en dan gas erop, hè? Gas erop. Ik heb er zekerheid op mijn kap mee, maar waarschijnlijk komt deze niet op, want ik krijg gewoon een kleur. Rood of blauw? Dat is echt top. Okay. We zijn onderweg. Nou, we zijn een beetje vertraagd en een beetje gestrest, maar dat is logisch. We hebben allemaal lekkere dingen gehaald. We hebben ons helemaal volgestout. Ik heb hier een zak vol met Juice Brothers. Want ik hoef echt nog niet een dikke vette pizza of pasta naar binnen te werken. We zijn er voor 18 minuten en dan gaat het feest beginnen. Oké, we gaan ons installeren. Ja. We hebben allemaal sapjes, nog meer sapjes en ik heb nog shirtjes, shots. Hoe leuk. Ik ben dus de blauwe hoek. Ja, heel leuk. Ja. Aisha! Ja. Hey, 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 hey. Oh,
gewoon bizar dat ik zo blij ben. Ik heb gewoon een goed gevoel. Echt gewoon een goed gevoel. Zo trots ik je, schatje. Dat zweet hier wat. Spannend, hè? Hoe is Jessra aan toe, jongens? Jessie die is er top aan toe. Ze staat nu even lekker op de gang even te chillen of zo. Ze gaat zo meteen terug de kleedkamer in en dan is ze echt aan de beurt. En zij is goed bezig. Ja? Dus ja. Ik denk dat ze het gaat killen. Ik hoop dat ze Laura lekker haar mond dicht smaart. Loop als je naam hoort. Waarom denk je dat je agressief moet zijn? Ten eerste is het helemaal niet je stijl. Bescherming. Je bent veilig, wees niet bang. Wij zijn altijd bij je en dring je altijd met een zichtbare vleugels van licht. Jessie J! The day after, baby. Hoe voel je je? Ik voel me wonderbaarlijk goed. Wel schor, wel heel moe. Ik heb echt niet geslapen. Ik zie er ook uit als een lijk. We hebben het gewoon gedaan. Ik ben zo blij. Zo trots op jou. Zo fijn met jou en mama. En het was gewoon zo mooi eigenlijk allemaal. Hoe iedereen het was echt ook heel mooi. En hoe iedereen je supporten. En oh, zoveel liefde ook. En ik heb Laura ook gesproken. En ze heeft zoveel lieve dingen ook tegen me gezegd. Ze zei helemaal van, oh, je mag zo trots zijn op jezelf. En ik dacht ook, oké, dat is ook weer goed. Dus ik zei, Laura, we gaan lunchen samen. Ik ga je trakteren. Lief. En dat is ook fijn, dat je dan nu niet een soort van ruzie hebt of zo. Maar we zijn gewoon helemaal oké. En zij is oké. We zijn allemaal gewoon heel huids vandaan gekomen. We hebben elkaars neuzen niet gebroken. En het is gewoon, gisteren was al helemaal een droom. Dat ik gewoon echt alleen maar dacht van, gewoon met alles, weet je. En dan zag ik jou zo lopen en dan was jij dat aan het regelen. En dan zeiden jullie ineens van, oké, wij gaan nu zitten. En ik dacht van, oh my god, maar dan gaan jullie nu al zitten. En dat is het al bijna. Oké, dan gaat mijn support, weet je. Dan gaat mijn fucking familie gaat ineens daar gaan zitten. Wat moet ik nu doen? Nou, oké, focus. Het is zo raar zo'n dag. En dan word je vandaag wakker en dan denk je ineens van, what just happened? En dan doet je lijf ineens overal een soort van stijf. En nou ja, wij gaan nu naar de sauna. Ik denk dat dat gewoon het beste is. Het allerbeste, gewoon een beetje te chillen nu. Ja, gewoon lekker gaan we even kletsen. We hebben spulletjes al gepakt. Ik vanavond dan nog even snel boulevard even je verhaal doen. Maar eerst even ademhalen. Gewoon even chillen. Lekker ontspannen. Dank jullie wel allemaal ook voor Jessie te supporten. Ja, jullie zijn echt de allerbeste. I love you. Mwah. Ik kan niet nog kijken. Zal ik wel even omschakelen? Kijken of ik hem hier op het scherm kan zetten. We zijn gisteren voor spa geweest en nu voor boulevard de make-up. Wat echt nodig was, want ik ben echt een lijk. Dus ik heb er zin in. Jongens, ik heb jullie een tijdje even met rust gelaten. Ik moet zoveel doen ineens. En ik vind het heerlijk, maar ik krijg altijd zo'n lichte paniekaanval. Als ik nadenk wat ik allemaal moet doen en hoe weinig uur er op een dag is. Ik weet gewoon even niet hoe ik dit allemaal ga fixen. Maar ik ben wel happy. En mijn lipstift kwijt. En tegelijk dat ik moet ook wel gewoon blijven vloggen, want ik kan jullie ook niet laten zitten. Dus daarom deze gehaaste stress. Anyway, ik ga nu Chase naar Hunkemöller. Ik heb een hele leuke samenwerking met hun. En Hunkemöller blijft een van mijn lievelingsmerken. Dus ik vind het altijd super leuk om met hun samen te werken. Dus ik heb nu een shootje in een W. En Robert en nog een fotograaf gaat schieten. En dan moet ik daar moet ik trainen. En dan moet ik naar Rick kijken, want Rick Brandsteder moet vanavond boksen. Die ook bij kop zit. En natuurlijk Michelle en Amanda. En we zijn nu alweer een week verder. Nadat ik heb gewonnen. En bizar gewoon. Het is gewoon alweer een week verder. En dat houdt in dat ik waarschijnlijk nog maar 2 weken heb voordat het volgende is. Kortom, ik ga nu ophangen, want ophangen. Ik moet gewoon echt mijn spullen gaan pakken. En ik ben in deze hele rare paniek vibe. En er wordt niemand blij van. Oké, ik spreek jullie later. Mwah.
Zijn shooten. In lingerie. Nou, we zijn in de kamer. Ik ga jullie even meenemen naar de shoot. Jessie en ik zijn aan het shooten. Ik hou mijn kleren aan, maar Jessie heeft de kleren ongeveer uit. Dus ik zal het even laten zien. Ze staat gewoon in de gang van W. Staat ze in haar... Oh my god. Oh nee, ik heb wel het pasje. Oh god, verdomme, oh god. Zoals je kunt zien, Jessie is erg dikker. Naar elkaar naartoe. En dan weer wandelen. Maar wel... Rustig. Nee, die huppel, die Noordergroot. Ja, heel cool. Sasha! Mannetje. Ja, dat vind ik ook vinden. En dan hebben we in de blue corner. Oh my god. Eén gaan, jongens, ben ik kapot. Niet, zijn we goed mee bezig. Deze week is echt... Nog één en dan minder cool niet bent. And I think that is what three people is as well. So I'm really happy to introduce to you the president of Free People. Woo! Dit is hier echt top. Ik heb heel leuk. Ziet zo mooi uit, hè? Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar ik word gewoon steeds blijer hoe lelijker ik mezelf op de camera zet. Want dit is reality. Ik struggle een tijdje met mijn huid. Ik ben dus van pil gewisseld en shit hit the fan. Dus ik heb nu van Hanna de huidcoach een soort van tandpasta opgedaan. En dat blijkt dus je puist uit te drogen. En ik heb mijn blauw oog. Maar dit is heel klein hoor. Het is heel schattig blauw oogje. Ik lig lekker in bed. Ik ben een beetje afwezig geweest. En ik moet zeggen dat ik het echt even nodig had om gewoon mijn eigen kokonnetje te duiken. Ja, ik ben lekker aan het trainen. Ik ben happy. Ik voel me fit. Ik heb allemaal lieve mensen om me heen. Dus ja. Nou, deze acne-puber gaat slapen. Of film kijken. Ik denk dat ik het niet helemaal vol ga houden, maar try my best. En deze, ik ben er weer. Dus ik zal jullie weer meer op de hoogte houden van wat ik allemaal uitvreet. Morning! Ik ben was aan het doen. Ik wil het even laten zien. Hoe dan? Dit zijn al die bandages van boksen zitten dan aan elkaar vast. En het, hier weet ik toch helemaal geen gek van. Ik ben echt niet gemaakt voor een huisvrouw. Niet dat ik dat ben, maar... Heeft iemand tips? Ik ga deze even langs brengen bij Riri. Want die woont nu net op zichzelf. Of met op zichzelf. Dit is een nieuw huis samen met Roy. Die woont niet op zichzelf. Die woont al heel lang op zichzelf. Dus ik stap nu op de scooter met dit en een tas. Dus wish me luck. Ik heb geen idee. Ik ga ineens omhoog. Dat is heel bizar. Mami! What the fuck? Schattig. Jij bent ook schattig, Vief. Hey jongens, hoe is jullie donderdagavond? Nou, die van mij ongeveer zo. Dit beschrijft wel een beetje hoe mijn donderdagavond eruit ziet. Einde bericht. Bedankt, ben je bang? Zeker, kijk hier. Oh, ik ben wel een beetje bang voor jou. Goed zo, zo hoort het. Hij heeft me heel hard hier geslagen. Heel hard. En die krijgt hij niet terug. Zo hier. Ik heb geoefend thuis hoor. Wij zullen zien gewoon. Ik heb ook een mini spierboog hoor. Dit ding is ook echt heel vervelend. Vervelend. Een soort SM rubber. SM rubber. Wat zit nu erbij? Alright. Kom op, Jessie. Had jij aan de hoop? Hou je balans. Hou je balans. Hou je balans. Kan het nog beter. Kom maar met z'n allen. Kom op. Je bent ook niet echt in de mood, hè? Wat voor mood? Je bent ook in de luier mood. Nee, ik ben in een hardwerkende mood. Ja? Je hebt me eruit gehaald. Sorry. We zijn zo klaar.
Ben je knap eigenlijk, hè? Ik? Ja. Heel knap. Heel knap en heel lief ben ik. Ja. Van wie zou je het nou hebben? Waar weet je het? Nou, dat wist ik altijd al. The one and only Wally. 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 Kom, opschieten. Oké. Okay. We spullen doen. Okay. Iemand vertelde mij dus dat ik heel veel testosteron aanmaak nu. Oftewel dat ik gewoon een halve vent word. Ik moest er zo hard op lachen, want bizar is dus wel dat ik echt, ik heb altijd heel veel moeite gehad om voor mezelf op te komen. En dan zet ik altijd mezelf op de tweede plek en dan dacht ik van, weet je, ga jij maar of whatever. Of stel je voor, ik ben in een rotbui en ik wil dat niemand dat doorheeft, dan zou ik er echt alles aan doen om dat te verbergen of te verbloemen. En dat heb ik dus nu echt niet meer. En dat vind ik ook niet altijd even leuk. Want als ik dan gewoon bloedchagrijnig ben, dan heeft iedereen ook door dat ik bloedchagrijnig ben. Maar het maakt me wel meer rauwer en meer authentic. Gewoon meer mezelf. Meer mijn rauwe Jessie of zo. Dus oftewel, ik word gewoon een halve vent. Nou, nog. Het is nu zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. En dan is het game day. En ik moet tegen Amanda. Oh my god. Amanda. Ja, ik heb echt heel weinig van haar gezien. Aangezien ze na één ronde Michelle natuurlijk opgaf. En daardoor heb ik niet zoveel van haar kunnen zien. Dus ja, dat wordt nog echt een verrassing voor mij aanstaande woensdag. Maar ik voel me chill. En de vorige keer was ik mega gestrest. Maar ik denk omdat ik nu een beetje weet hoe het gaat voelen om daar te staan. Dat ik me nu gewoon veel chiller voel. Dus ik ben er heel blij mee. Is gewonnen door de Blue Corner! Yeah!